Jongens, welkom op deze nieuwe video. En we gaan vandaag weer dus mountainbiken. Ja, mountainbiken en we gaan gewoon fietsen. Ja, sorry. Echt. Ik weet echt niet wat ik moet gaan doen, hoor. Dit wordt heel moeilijk. Dit wordt heel moeilijk! Dit wordt fucking moeilijk! Ik moet sturen, filmen en remmen tegelijk. Oh shit, daar gaan we. Oh shit, Ah, dit was een slecht idee. Heel slecht idee om te gaan filmen. Sabo! Oh shit, ouwe. Nee, maar kijk, ik ben aan het filmen, dus ik kan niet goed. Ja, ga jij maar. Kijk, ik ga. Ja? Ik film wel. Oké. Aan de kant, hè? Wojo! Aan de kant, hè? Wojo! Wow! Wow! Jairo! En nu ik er. Ik flikker er bijna. Oh ja. Ga. Kom op. 3, 2, 1. Ga. Nee. Oh shit. Jongen, Assam, wat doe je moeilijk? Oh ja, je kan ook gewoon op die steen. Hier, je kan gewoon op die steen. Natuurlijk wel, maar ik dacht ik vind een andere manier. Kom, ben dat is nat! Oh, kijk dit dan. Kijk dit. Heb ik gewoon brede pushen om niet zo te gaan. Maar ik ga ook met mijn arm ergens houden. Oké, nu ga ik zo. Ik stond op die stenen. En ik dacht ik spring zo. Alleen ik pleurde met mijn hand in de brandnetels. Nee, heb je ook weer gekeken? Nee, dat niet. Maar ik hou dan snel weg. Gaat dat wel lukken? Zo, daar is nog. Moet ik super snel? Oh, nooit. Ik ga van de andere kant. Gaat het hier niet inzakken? Nee, nee, nee. Je gaat niet inzakken. Alleen daar is waar het stukje waar het andere verkleurd is, zeg maar. Oh shit, 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 shit. Nee, waar is het verkleurd? Hè? Oh shit. Je bent echt een Angelo. Kijk, als we die stenen nou even een beetje kunnen verplaatsen, kunnen we een bruggetje maken. Ja, maar dat bruggetje is niet goed genoeg. Ja, wou meer stenen. Maar die stenen zijn niet voor ons. Ja. Het is gewoon zo schat dan mee met mij. Wat? Iedereen? Hè? Iedereen? Waar? Nou, even naar de begraafplaats. Ja, maar dan ga ik mijn fiets even op slot. Zo, kom.
Jongen, we moeten die fiets even achter een muurtje leggen. Hè? Moeten die fiets echt achter een heuvel leggen? Nee, ik zet hem gewoon op slot hoor. Is goed. Waar zomaar gaan we nu? Jongen, waarom gaan we geen bruggetje maken hier zo? Hè? Waarom gaan we geen bruggetje maken? Kom, bruggetje. Ik ben er. Jong, je moet gewoon springen. Oh shit, ja, maar ik heb een camera vast, hè? Nee, wacht. Kijk, nu gaat Jairo. En dat is Jairo. En nu gaat Godwin. En daar is de zomer waar ik ging omlopen. Kom. Nu gaan we naar de kraaknes. We moeten wel even respect voor hebben, mensen. Want hij is zijn broertje bij de geboorte verloren. En dan gaan we nu even naar de begraafplaats toe. En, want, bijvoorbeeld wel eergisteren ging hij huilen. Ja, dat is ook logisch, hè? Gaat wel goed, hè? Mijn oma ligt hier ook. Alleen ik zeg, zijn graf ziet er echt niet uit. Nee. Die blijft net. Eigenlijk kunnen we de fiets ook gewoon meenemen. Ja, hoe gaan we die erover krijgen dan? Ja, gewoon op dat bruggetje. Dat lukt gewoon, hè? Ja, fuck dat. Geen zin om terug te lopen, houden. Ik ben bang dat mijn fiets wordt gestolen. Hoe wordt die gestolen? Om op slot zetten. Niemand is zo slim als ons om er langs te gaan en zo. Niemand, iedereen denkt dat die stenen inzakken. Laat gewoon, het wordt niet gestolen. Misschien denken mensen dat wij alleen konden. Ik kan het op slot zetten, ik ben gewoon super snel. Ja, oké, doe even snel. Alleen hij gaat wel moeilijk op slot, dat zeg ik je. Nee, laat maar. Als we door een poort in gaan, moeten we wel stil zijn. Hè? Ja. Je weet gewoon waar het precies is. Kijk, precies. Die lijkt net zo. Of over zo. Kijk, lijkt daar. Net op dit. Ja, het lijkt net op dit. Echt niet uit. Moet je binnenkort even dan vernieuwen, zeg maar. Ja, zo. Knippen. Nou, we willen gaan knippen eigenlijk vandaag gewoon. Maar ik ga ook even mijn telefoon naar beneden, mensen. Want dat is uit respect. En als we bij het graf zijn, dan laat ik het even zien. Maar dan moeten we wel even stil zijn, want dat is uit respect. Oké, we zijn nu vlak bij de poort en eigenlijk moeten we nu al stil zijn, dus ik ga gewoon filmen. Maar we moeten wel even stil zijn, dus je zal me niet horen. Zielig hoor, mensen. Dat is wel heel zielig, ja. Ja, heel veel mensen zijn dat, maar het is wel zielig hoor. Toen kwam dit zo met ik en Asselmo en jij en Jairo Gino en zijn toetje spelen. Goed toch? Ja. Dan is het gegaan. Oké, mensen, ik moet even naar onder doen, want er zijn ook andere mensen en dat doe ik even uit respect. Ben je nog steeds filmen? Wow. Goedemiddag.
2001. Dus dat kun je ook. Of 2000. Nee, 2001. 2001, ja. Alleen, nu zijn we hier bij Hofmark. Angelo weet niet waar jouw broertje ligt, of wel? Ja, hij kan niet zien. Ja, als we hier staan... Nee, ik mag niet wijzen, sorry. Kijk, ongeveer is ook kanker. Wegwezen. Wegwezen van mijn broertje. Wegwezen. Ja, ik vind het ook wel logisch dat hier allemaal vliegen zijn. Er liggen hier allemaal door je mensen. Is dit ook nog vanaf zo? Nee, alleen maar dit. Nee. Dit. Ik heb alle drie de fietsen op slot gezet, hè. Dat kon niet. Ja, maar ik heb jouw fiets ook op slot gezet. Ik kijk wel uit dat je niet over een lichaampje hebt. Heb je mijn sleutel? Nee, ik heb mijn fiets, mijn lens. Hier liggen meer dan honderden slakken. Kijk, Angela, wat doe je? Kijk, ik heb mijn fietssleutel. Wanneer was de begrafenis? Ja, lang geleden. Kijk, mijn fietssleutel heb ik... Is die bij de geboortenis? Dit is van mijn broertje, what the fuck? Is die bij de geboortenis overleden? Gelijk. Nee, niet gelijk. Welk fietssleutel is wat? Ja, ga dit zetten. Kom. Asso, wat is dat? Wat is dat? Weet je precies waar het ligt? Ligt je daar wel? Huh? Asso, wat is dat? Stil. Ik wil nu de poe knikken. Eigenlijk moeten we nu gewoon 1 minuut stil te zijn. Goed voor de spijt. Ja, dat is waar. Kom hier, Sankop. Even op het gras. Selma, kom. Nee, of Selma moet daar blijven. Oké, even. Nummer 3. En dan moet dit nummer 4 zijn. Selma, kom naar hier. Laat hem hier voor staan. Hmm. We gaan 1 minuut stilte. Blijf jij op. Stil. Kom hier stil. Stil. Oké, een minuutje is afgelopen. Hij is bij ons, hij is hier. Dit is graf, maar zo lijk en geest. Ik ben twee ballen.